Een gistmiddel heeft heel veel gemeenschappelijk met een zoogdier, met een cel van een zoogdier. Dus wij denken als we het goed in kaart hebben gebracht wat er in een gistmiddel gebeurt, dat we dan een behoorlijk stap verder zijn met het begrijpen van wat ook in een mens gebeurt. Want in cellen kun je heel fundamenteel kijken naar wat er op het niveau van één enkele cel gebeurt als die cel ouder wordt. Maar door ook naar muizen te kijken, kunnen we het verband leggen met wat er in het hele organisme gebeurt. En met muizen kun je nu eenmaal veel meer onderzoek doen dan met mensen. Ze verouderen sneller en je kunt ook de weefsels uiteindelijk eruit halen en op moleculair niveau gaan bestuderen. Veroudering in gist weten we nog relatief weinig. We weten dat de cellen groter worden, ze krijgen zelfs rimpels. Maar nu dat we een heel grote proef hebben gedaan, waar we op moleculair niveau heel veel gegevens hebben verzameld, weten we ook dat zich iets verandert in de manier hoe gistcellen energie gaan opwekken. En dat was alleen maar mogelijk met een gezamenlijke actie van veel mensen, van veel groepen. Dus dat is nog nooit elders gebeurd. Het punt is het samenspel tussen energiestofwisseling en veroudering. Veroudering beïnvloedt onze energiestofwisseling. Die verandert, gaat in veel opzichten ook achteruit met de leeftijd. En aan de andere kant heeft onze energiestofwisseling een effect op onze veroudering. En dat zien we ook in onze muizen. Dus we zien dat de muizen die meer bewegen, langer leven en dat de muizen die minder eten dan ze uit vrije wil zouden doen, die leven ook langer. Je ziet eigenlijk bij veroudering dat het klassieke beeld is dat je schade ophoopt en dat is dan toevallige schade. Als wij nu naar onze resultaten kijken, dan zien we dat die toevalligheid misschien helemaal niet klopt, want het lijkt bijna een soort programma. Het is heel reproduceerbaar. Als we een groep muizen onder dezelfde condities zetten, dan laten ze eigenlijk allemaal hetzelfde programma zien. En we zien ook dat die energiefabriekjes, dus die mitochondriën, veel minder achteruit gaan dan we eigenlijk gedacht hadden. En sommige functies gaan zelfs vooruit met de leeftijd. We hebben een moleculaire vingerafdruk van de leeftijd van de muis. En als je natuurlijk beter begrijpt hoe veroudering ontstaat en ook wat een effect heeft op gezonde veroudering, dan kun je uiteindelijk natuurlijk ook adviezen gaan geven aan mensen. Op dit moment hebben we nog geen computermodel van veroudering. Maar dat zou dan alleen maar de volgende stap zijn nadat we van die data die we nu hebben verzameld een goed begrip hebben wat er eigenlijk gebeurt. En dat zouden we dan in een tweede stap in een computermodel willen bouwen, waar we dan kunnen proberen wat zou nu gebeuren als we dat en dat veranderen.